kijkers. Leuk dat jullie allemaal zijn met deze nieuwe video. Het is eigenlijk een top 30 gekste namen. De top 30 gekste namen. Ik wil gek ook van hem. Ik ga beginnen bij de 30. Philip Heijnen. Dat is nummer 30. Ik snap niet wat er hier gek aan is. Maar ja. Hij staat bij de gekste namen van de wereld. Dan heb je de 29ste, de anti-kip. Ja, maar is dat eet of? Is die dan tegen kippen? Ja, ik snap het niet. Oké, ga naar de 28ste. Hans Schoen. What the fuck? Schoen, gooi je achternaam? Oh, ik weet er nog wel eentje. Die staat hier niet in, hoor. Dus ik zeg eigenlijk top 31. Nummer 31 is Peter. Al mijn kinders naakt geboren. Oh nee, wacht, dat is een man, dat kan niet. Oké, Patty. Dat is een vrouw, hoop ik. Patty, al mijn kinders. Naakt geboren. What the fuck? Dus al die kinderen van haar, al mijn kinders dus, zijn naakt geboren. En ik zeg jullie één ding. Mijn oma heet al mijn kinders met haar achternaam. Niet leuk. Oké, dan gaan we over naar nummer 28. Nummer 27. Chucky Chuck. Tukkie tuk. What the fuck? Tukkie tuk. Ik net geloof uit Turkije. Daar hebben ze zo'n pop en die heet Chucky of zo. Chucky. Gaan we door naar de 26ste. Geurtje tabak. Tabak, dat betekent shag of zo. Waar je sigaretten van maakt. Maar je rookt, dan heb je zo'n bakje en dan gooi je daar je soort van as in. Dat is een asbakchocol. Is echt zo goed. Luister niet naar hem. Geurtje tabak. Oké, what the fuck. Tabak, eet hij dan tabak of zo? Of heeft hij parfum? Doet hij pst. Oh, dat ruikt lekker naar tabak. Oké, de 25ste. Connie vroeg op. Piemol? Nee. Sorry, nee, dat mag ik niet zeggen. Dan wordt deze video gelijk verwijderd. Ik snap het niet. 24. Hey Patty Coat. Patty Coat. Coole naam toch? Patty Coat. Ja, mijn naam is natuurlijk Patty Coat. Ja, ik weet ook niet of het een jongen of een meisje is. Ik denk een meisje. Of ik denk een manwijf. Oké, dan gaan we door naar de 23ste. Willy Wortel. Ik zal jullie wel zeggen, hè. Willy Wortel heet wortels. Nee. Er was in de klas zit iemand en die heeft rood haar. Een beetje oranje haar. En die noemt zichzelf Willy Wortel. What the fuck? Toen de lezer van het hart. En wij zeggen altijd, Wortel, paas de bal nou. Doet Wortel? Nee, luister niet. Wortel schulpt in zijn hoofd. Gaan we door naar 22. Kenny, die moet jij zeggen. Ja, nou heeft hij hem al gezegd, hij verpestigt alles. Zeg hem nou maar. Nee, zeg hem dan maar. Ik heb nog niet gezegd. Maar hij zegt, Tom, ik zweer, ik neem echt nooit video mee hoor op. Kenny Boeijen. Boeijen. Oké, what the fuck, jij bent. Nummer 21, dit is een hele grappige. Peter Sely. Lekker, ja, gewoon Peter Sely. Lekker voor je soep. Nee, het is eigenlijk Peter. Als voornaam, achternaam Sely. Oké, ga door naar. Wat 20! Bas Sillen. Basillen. Ik snap hem niet. Ga maar door. 19. I say nothing. Yes, I say nothing hoor. I don't tell it you. No, talk to the hand. No. Dat is IC. Ik ben een condoom of zo. Nee, dat mag ik niet zeggen. Sorry. Ik zit lekker in mijn neus. Oh. Lekker hoor. Ja, stap je nou echt je vinger in mijn vinger op? Ja. I say nothing. Oké, what the fuck? We gaan door naar nummer 18. Die is groot. Oké.
Dus die is groot of zo? Die is heel groot. Hij is groot! Hij is groot! Niet zo, maar zo. Hij is groot! Jij bent groot. Hij is klein. Jij bent groot. Ik ben zo. Hier is zo. Leugner. Ik spreek Duits. Ik spreek geen Duits. Nee, ik spreek geen Duits, maar ik praat ondertussen wel Duits, oké? Gaan we door naar nummer 17! Ik zal het Engels praten voor je. Alcoholist. 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 Nee, alcoholist. Alcoholist. Dan gaan we nou naar 16. 16. Kobe potappelstroop. Lekker appels. Oké, ik snap er niks van, dus we gaan door naar... 15. 15! Ben naakt geboren. Ben naakt geboren. Hoi Ben, ben je naakt geboren? Echt serieus? Over naakt geboren, daar hadden wij het over, hè? Ben naakt geboren. Maar je moet altijd naakt geboren, jongen. Zijn voornaam is Ben en zijn achternaam is naakt geboren. Want vroeger, ik zal jullie wel vertellen, en dan krijgen jullie geschiedenisles, hè? Vroeger mochten de mensen van Napoleon Bonaparte, zelf de achternaam kiezen. Dus heeft hij voor familielid naakt geboren gekozen. Naakt. Ik snap er niks van. Oké. Okay. Nummer 14. WC-pot. WC-pot. Dat is gewoon zijn echte hele naam. WC is zijn voornaam, pot is zijn achternaam. Moet me denken naar iets, maar ik zeg. WC-pot. Poep. Dus als je moet poepen, bel hem aan de deur. Vraag, wil je je mond open doen? En dan zegt hij wel ja. Nee, oké. Okay, toch niet werk worden. Nummer 13. Mevrouw, post van gisteren. Ja, post van gisteren. Die heeft gisteren de post gekregen. Van mij dus. Mijn batterij is echt bijna leeg. Gisteren had ze de post en vandaag heeft ze pas gekregen. Echt stom. Oké, okay, gaan we naar nummer 12. Mensje van steen. Oké, okay, gaan we naar nummer 11. Hoi, mensje van steen. Gaan we naar nummer 11, nee. Mensje van steen, wat fuck. Oké, okay, nu gaan we echt naar nummer 11. Connie, moe lekker. Connie, moe lekker. Je vader, nee. Ik heb tegen Connie, moe lekker. Ah, nee. Oké, okay, we zijn op nummer 10. Donald Duck. Wie kent die nou niet? De eens. Die gek is. Nummer 9. Dik zak. Dik zak. Dik zak. Dik zak. Met een dik zak, jongen. Op school zei het vandaag iemand. Ik tank jou, jongen. Nee, hij stond tanken. Maar hij zei tanken, jongen. Ik tanken jou. Ik tanken jou. Oké, we gaan door naar nummer 8. Josti. Hey, yo, Josti. Ga lekker naar de Josti-band. Dat is beter dan moordhanger. Ja, wij hebben iemand in de klas, die woont daar zo, die heet Ties Moordhamer. Ties? Met de moordhamer ook een bom. Ja, we gaan door naar 7. Trusje Spetterkwak. Ja, die poept altijd spetterpoep. Oké, we gaan door naar nummer 6, Douwe Schat. Ik snap het niet, dus gaan we maar gelijk door naar nummer 5. Met je hol! Met je hol, jongen! 5 uur heel op je mel gauw! Nee hoor. Vier. Doe maar. Zal ik hem zeggen? Ja. Klaartje komen. Hoi Klaartje, kom hier. Kom maar. Kom maar door het beeldscherm. Klaargekomen, zo heet ze. Hoi Klaartje, kom maar door het beeldscherm. Er staat klaargekomen, toch? Ja. Er staat klaargekomen. What the fuck? Oké, we gaan door naar nummer 3. Zeg maar. Justin Kees. Justin Kees, dat is een beroemdheid, geloof ik. Ik vond Justin Bieber toch een betere naam. Ik doe de allerlaatste. Jij mag de tweede ook nog doen. Piet Saman. Piet Saman! Nou, voor Sinterklaas. Zwarte Piet. Zwarte Piet Saman. Oké. Okay. Zal zijn dat iemand zo heet. Nummer 1. Dit is een hele speciale. Staat op de top 1. Dit is de gekste naam. Condomen. Ja, gewoon een condoom. Condomen. Ik snap het niet. De voornaam is Kom. En de achternaam is Domen. Toch naar de vaste klas en Condomen.
een samengevoegd woord. Condomen. Ja, we hebben het gewoon geleerd waar samengevoegd woord. Jij voegt altijd alles wat toe. Hij voegt altijd alles wat toe. Ja, Wacht. Haha, die pizza man, dat spreek je uit als pizza man. Pizza man. Pizza man. Wacht. Willen jullie weten wat klaartje komen betekent? Degene die dat niet willen, skip het eventjes of doe je oren dicht. Wacht, waar stond het nou? Oh ja, klaartje komen met de... Klinkt nogal pikant, wat? Want klaarkomen is het Nederlandse woord voor het hoogtepunt bij seks. Oké, als je dit niet wil horen, skip het eventjes. Het staat hier zo gewoon. Die heb je net nog gezegd, joh. Ja, skip het alsnog. Oké, vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan zeker hier beneden. Hou nou eventjes gewoon je mond. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer zeker op dit kanaal. Hier beneden. Peace out. Jij nog wat zeggen? Peace. Peace out, bro. Knoppen.